Door het opnieuw opstarten van de Zwarte Pieten-discussie, iets wat zich de laatste jaren steeds vaker voltooit, had ik toch zoiets van, weet je wat, ik ga weer een filmpje maken en ik doe het weer in het Nederlands. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat dit filmpje zowel in het Nederlands als in het Engels gemaakt gaat worden. De grap met de Zwarte Pieten-discussie is dat de tegenstanders van Zwarte Piet het allemaal een teken van racisme en discriminatie vinden. Hebben ze daar gelijk in? Nou ja, dat zou kunnen. Als je het als discriminatie wilt zien, joh, dan kan je alles als discriminatie zien. En dat doen ze dus in dit geval ook heel duidelijk. Ze willen dit als discriminatie zien. Daarom is het discriminatie. Is het terecht? Nee. Maar dit is wel wat ze doen. En tegelijkertijd, hiermee doen ze de geschiedenis van Zwarte Piet geen goed. Maar het wordt nog grappiger en ik ga ze punt voor punt allemaal nog een keertje na. De organisatie die zich zo uitspreekt tegen Zwarte Piet, die doet dit het liefste bij intochten waar zoveel mogelijk kinderen bij aanwezig zijn, zodat zoveel mogelijk kinderen mogen meemaken dat er geprotesteerd wordt. Kinderen die niet doorhebben waar dit over gaat. Dus de Zwarte Pieten discussie wordt gewoon over de rug van kinderen uitgevochten. Want oh, 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 wat zijn we racistisch. Oh, 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 wat discrimineren wij. Oh, 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 wat zijn we vergeten. Dat Zwarte Piet ontwikkeld is door een schrijver die eigenlijk verbonden was bij een organisatie die in Nederland ervoor gezorgd heeft dat slavernij afgeschaft werd. En Zwarte Piet was bedoeld als een symbool van een sterke, zwarte persoonlijkheid. Maar dat telt allemaal niet. Want hij voldoet niet aan jullie idee van een sterke, zwarte persoonlijkheid. En dan hebben we een Sylvana Simons die zich maar betrokken heeft bij een politieke partij genaamd DENK. Iets wat ze dan waarschijnlijk niet heel vaak doet. Maar oké, dat is mijn boosheid, eerlijk is eerlijk. Een politieke partij opgestart door twee Turkse Nederlanders, of Nederlanders met Turkse afkomst, hoe je het noemen wilt, die van mening zijn dat ze niet meer bij de PvdA kunnen blijven, dus maar zelfstandig rondgaan. En waarom? Omdat de PvdA niet tevreden is over de invloed van Turkije op Nederland. Niet om het een of het ander, maar dit is dus de partij waar Sylvana Simons zich bij aansluit, omdat ze tegen Zwarte Piet is. Omdat je tegen Zwarte Piet bent, sluit je aan bij een partij die opgericht is om de extreme houding van de Turkse regering in Nederland goed te keuren. Ja, ik weet niet wat jullie bedoelen met racisme en discriminatie. Maar Sylvana Simons, echt waar? Dit is wat jij denkt dat gelijkwaardigheid is? En oké, ik bedoel, ik zie het nu als mijn taak om mijn stem te laten horen in de arena waar ik echt iets blijvends kan bijdragen. De politiek. Prachtige uitspraak. Misschien heb je gelijk. Maar dan heb je je medevechters, om het maar zo te noemen, niet echt slim uitgezocht. En ik weet niet of dit werkelijk is wat je gezegd hebt, maar als ik hoor dat je gezegd hebt van of Zwarte Piet eruit of ik eruit. Ja, Sylvana, sorry, maar je wilt dat heel Nederland ervoor kiest om Zwarte Piet eruit te gooien, omdat jij wilt dat Zwarte Piet eruit moet. Hoe eerlijk is dit? Hoe rechtvaardig is dit? Maar goed, het wordt nog veel grappiger. Want in de strijd om Zwarte Piet hebben we sinds 2011 in Dordrecht een aantal Dordtenaren, of eigenlijk een aantal mensen, misschien zijn het geen eens Dordtenaren, weet ik veel, maar mensen zijn het in ieder geval wel, die bij het kinderfeest zelf een hoop commotie geven, want ze vinden het maar onzin dat Zwarte Piet er is. En dit is hoe in Nederland social justice warriors op hun punt komen. Want we beginnen dat dus in Nederland al te krijgen. We hebben het al een aantal jaren, eerlijk is eerlijk. Maar deze zwarte Nederlanders die protesteren tegen Zwarte Piet, vergeten wie Zwarte Piet is en waarom die ontstaan is. Nogmaals, Zwarte Piet is ontwikkeld, bedacht, hoe je het noemen wilt, door een schrijver die betrokken was bij de verbanning van slavernij en de betrokkenheid van Nederland bij slavernij in de wereld. Ik bedoel, een organisatie die als grondslag had, slavernij mag niet meer gebeuren.
En die zou een slaaf bedacht hebben? Ik weet het, ik herhaal mezelf. Het is een beetje jammer. Maar goed, dan gaan we verder kijken. Want, ik bedoel, die Nederlanders, die zijn niet de enigen die lopen te zeuren. Want in de wereld wordt er ook gezeurd. En ja, ik noem het zeuren, ik weet het. Mevrouw Verena Shepherd is een mevrouw die in dienst staat bij de Verenigde Naties. En ook zij is van mening dat Zwarte Piet een teken van racisme en discriminatie is. Mevrouw Shepherd is een Jamaicaans social historica. En laten we eerlijk blijven, Jamaica is niet de eerste plek waar ik aan denk als ik praat over een eerlijke en veilige samenleving. Maar om dan toch ergens een punt van te maken, want op de een of andere manier lukt het niet om Jamaica veilig te maken, gaan we maar een drama beginnen in Nederland. Want waarom zou je in hemelsnaam een Zwarte Piet hebben als Sinterklaasfeest al lang gevierd kan worden zonder Zwarte Piet? Want dat doen de Amerikanen toch? Ja, nee, de Amerikanen vieren het feest van Santa Claus. En ja, het is volledig gebaseerd op Sinterklaas. Maar het verhaal daarachter hebben ze voor het gemak er maar afgesloopt. En Santa Claus wordt niet geholpen door een aantal mensen die hem helpen. Nee, Santa Claus heeft een paar elfjes die hem helpen. Sinterklaas heeft tenminste mensen die hem helpen. Ja, maar het zijn zwarte mensen. Ja, hoezo? Zijn het geen mensen meer dan? Dus omdat ze zwart zijn, zijn ze niet mens? Omdat ze zwart zijn, moeten ze wel slaaf zijn? Ik heb het in mijn vorige filmpje ook al gezegd. En in mijn vorige filmpje is alweer een half jaar of iets langer geleden. Weet je wat? Dan goed. We stoppen met Zwarte Piet. We doen een Chinese Piet. We doen een Turkse Piet. We doen een Italiaanse Piet. Whatever. Geen paarse, geen gouden. Alsjeblieft. Er zijn geen gouden mensen in de wereld. Maar hoe lang denk je dat het gaat duren? Dat we geen enkele zwarte Piet meer gaan gebruiken? Totaal niet. Alle Pieten die we vanaf nu gaan gebruiken hebben een andere etniciteit, maar niet meer een zwarte etniciteit. Hoe lang denk je dat het gaat duren voordat mensen gaan klagen over het feit dat het discriminatie is tegen zwarte mensen? Ik geef het 5 jaar. Nee, het moet een gedrocht worden. Ze moeten geel zijn, paars, roze. Noem maar op. Alles zolang maar duidelijk is dat het geen mensen zijn. Ja, maar jongens, dan gaan jullie toch voorbij aan wie Zwarte Piet is. Willen jullie af van Zwarte Piet omdat jullie er niet mee om kunnen gaan? Prima. Hoe lang gaat het duren voordat Witte Piet een probleem is voor jullie? En weet je, de grootste grap is dit. Het gaat niet over zwarte mensen. Want het merendeel van de zwarte mensen, ach, kinderfeest, whatever. Nee, het gaat over een handjevol zwarte mensen. Waaronder, hè, zoals ik al zei, mevrouw Shepherd van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties, die notabene een hele belangrijke cultureel erfgoed gebonden persoonlijkheid, wel goedkeurt. Maar goed, dat is niet in Nederland. Dat is in Iran. Dus dat is een andere wereld. Dus dat is minder irritant, discriminerend. Ja, weet je, misschien wel, misschien niet. En ik kan vertellen wie die andere is. En dat ga ik natuurlijk ook doen. Eerlijk is eerlijk. De vraag is wel natuurlijk of ik het goed uitspreek. En de naam is Haji Firuz. En Haji Firuz is een zwart gesminkte man die gekleed is in een kleurrijk pak met extreem rode lippen. En die acrobatisch en feestvierend door de straten rent en mensen cadeautjes geeft. En hij wordt bijgestaan, of eigenlijk, hij wordt niet bijgestaan. Hij staat een oude, wijze man met een witte baard bij. De overeenkomst tussen Sinterklaas en Zwarte Piet is best wel vrij groot. Haji is een term die niet alleen gebruikt wordt om mensen die voor de bedevaart naar Mekka gaan, beschrijft. Maar een Haji kan ook een slaaf zijn. Want slaven worden ook heel vaak via dezelfde route in de Arabische wereld gebracht. Dus Haji kan ook een term voor een slaaf zijn. Ondanks dit is het een blije slaaf, het is een feestvierende slaaf en hij is er om het nieuwe jaar in te luiden. Als we dan verder gaan kijken naar wat zijn de overeenkomsten tussen Zwarte Piet en de Haji Firuz, dan zijn het eigenlijk allebei figuren voor een winterfeest.
En ze zijn allebei zwarte personen. En of ze nou wel geschminkt zijn of niet, dat maakt er niet zo heel veel uit. Maar het zijn zwarte personen, of ze moeten zwarte personen voorstellen. En ze hebben over het algemeen overdreven rode lippen. Ze dragen over het algemeen extreem vrolijke en feestelijke en kleurrijke kleding. En ze gedragen zich als vrolijke, acrobatische figuren. Een soort jokers, jesters, feestvierders. En ze zijn helpers van een ander figuur. Een man met een witte baard die cadeautjes geeft. Dit zijn de overeenkomsten. Er zijn natuurlijk een heleboel verschillen, want het zijn totaal achterliggende culturen die 100% verschillend zijn. Dus ja, er zijn verschillen, maar dit is het grootste verschil. Haji Firouz staat al sinds 2009 op de lijst van meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid. Haji Firouz is een beschermd concept. Daar mogen we niet aankomen. Maar Zwarte Piet wordt niet beschermd. Dus daar mogen we over zeuren. En daar mogen we over praten, over alsof hij racist is, of sorry, een teken van racisme is, want hij is niet zelf racistisch. Een teken van racisme is, een teken van discriminatie is, een teken van slavernij is. Maar dan vergeten we even voor het gemak dat Zwarte Piet bedacht is door iemand die zich uitsprak tegen slavernij, die lid was van een organisatie die in Nederland van gigantisch belang was tegen het vechten tegen slavernij. En die uiteindelijk slavernij in Nederland er ja, uitgewerkt hebben. En Zwarte Piet was een sterke, vrij man die ervoor koos om Sinterklaas te helpen. Zetten we daar tegenover Haji Firouz, en nogmaals, het woord Haji kan absoluut slaaf betekenen. En of die echt slaaf is, jongens, hey, ik ken die traditie niet goed genoeg. Maar die staat op de lijst van cultureel erfgoed. Sorry, niet cultureel, immaterieel erfgoed. VN, een heel klein beetje hypocriet hierin. Maar zoals ik al eerder gezegd heb, ik bedoel, de VN-afgezant van Jamaica vindt dat een kinderfeest in Nederland racistisch is. Zullen we niet kijken naar hoe het gesteld is met de kinderen in Jamaica, alsjeblieft? Want dan word je helemaal ongelukkig. En ja, het is niet aardig voor mij om op die manier een aanval in te zetten op degene die kritiek leveren, maar de kritiek is leeg. Zwarte Piet is racistisch omdat hij zwart is. Ja, ik kan hier niet bij met mijn hoofd, beste mensen. Ik vind het te dom voor woorden. Maar goed, al met al gezegd hebbende, ik ben in ieder geval blij dat jullie de tijd genomen hebben om weer eventjes naar mijn woorden geluisterd te hebben. En zoals ik al zeg, het merendeel van mijn filmpjes zijn in het Engels. Dus als je niet je tijd neemt om te abonneren op mijn filmpjes, dan ben ik het daar helemaal mee eens. En dan begrijp ik dat volledig. Maar mocht je geïnteresseerd zijn in wat ik gezegd heb, jongens, vragen, kritiek is van harte welkom. Ook als je het niet met me eens bent, leg me uit waarom je het niet met me eens bent. Want misschien heb jij wel gelijk, misschien zit ik er helemaal naast. En like, share, subscribe zeggen we dan in het Engels. In het Nederlands zeg ik dan: vind het leuk. En deel het. Maar goed, als je niet wilt abonneren omdat het merendeel van mijn werk in het Engels is, dan ben ik dat helemaal met je eens. In ieder geval hartelijk bedankt voor je tijd. En een hele goede dag.